Oké, opgelet. Hij gaat. Actie! En terwijl de televisie in Amerika goed was voor 1/3 van de inkomsten van de filmindustrie, brachten de Amerikanen in Europa en elders hun producten op de markt tegen dumpingprijzen. In feite werden de Amerikanen met hun oude films en series de grootste concurrent van de lokale bioscopen en de nationale filmmakers. Ze willen dolgraag dat ik er kom werken, maar op hun condities. Het gekke is eigenlijk wat er steeds gebeurt, is dat ze zeggen, goh, wat interessante films maakt u. He? Want het is zo anders dan wat wij doen. Want u brengt hele andere dingen naar voren toe en dat willen we graag, dat vinden we interessant, want dat hebben we niet in Amerika. Kom maar, hier. En ze betalen ook eigenlijk voor alles wat je doet. En dan kom je daar en dan zeg je, nou oké, dan doen we dat onderwerp dus zo, op die manier. En dan beginnen ze eigenlijk te zeggen, ja, maar dat kan dus niet. Dus wat ze willen van je, dat willen ze eigenlijk ook weer niet. Ze vinden je interessant omdat je anders bent, maar als je dat andere dan ook rigoureus toepast, dan schrikken ze zich te pletten. Wat ik dus merk, is dus dat ze het wel willen, maar als je het maar gematigd doet, heel weinig. En dat is een proces waar ik nu al 2 jaar mee bezig ben, 3 jaar wat ik zei, om te leren eigenlijk wat ze dan van je accepteren. Actie! Oké, dan komt hij nog een keertje. Dat hebben wij ook geprobeerd bij de eerste opzet van Flesh and Blood, om te zorgen dat het 50-50 was. Daar zijn ze helemaal niet in geïnteresseerd, ze willen alles hebben. Wat ze nu uiteindelijk geaccepteerd hebben, Orion Pictures voor Flesh and Blood dus, als de deal dus nu doorgaat. Orion, die film kost $6,5 miljoen. Daarvan betaalt Orion ongeveer 5-3. 1/10 miljoen moet uit Europa komen. Daarvoor zijn ze bereid af te staan 3 territoria. Nederland, Spanje en Mexico. Dus die 3 territoria tegen 1/10 miljoen, dus zeg maar tegen 15-20% ongeveer. Zo'n deal willen ze wel maken, maar als het minder dan 80% wordt, wat zij krijgen, dus, dan vinden ze het eigenlijk oninteressant. Ze willen eigenlijk de hele wereld hebben en daar willen ze ook best 100% voor betalen. En dat is eigenlijk hun opzet. Co-producties voor Amerikanen met Amerikanen lijken me uiterst dubieus. Of je moet gewoon zeggen wat Louis Malle heeft gedaan. Zeggen oké, okay, klaar is Kees, ik breek hier de tent op en ik move naar Amerika en ik zet daar een nieuwe zaak op. Oké, terug. Ik geloof dat de manier waarop ik film al sowieso behoorlijk Amerikaans is natuurlijk. Vandaar dat die films daar aanspreken. Het gaat maar door. Zo zijn die films die ik heb gemaakt en dat is eigenlijk heel Amerikaans. Ik durf alleen niet binnen het Amerikaanse, zeker de eerste 5 of 10 jaar niet, zou ik niet graag binnen het Amerikaanse cultuurgebied willen werken. Omdat ik vind dat je al een gigantische achterstand hebt met de Amerikaanse taal. Het is al heel moeilijk om je acteurs genuanceerd in het Amerikaans te laten praten, nietwaar? Als je dan ook nog eens een keer moet zorgen dat je op de hoogte bent van de Amerikaanse cultuur, hè, in een film te maken in New York op dit moment, dat zou ik niet aandurven. Er is een aanbod geweest van Jane Fonda 2 jaar geleden om een rol over te maken. Ik weet niet of je die film hebt gezien. Een film over het bankwezen. Een vreselijke film. Ja, precies. En ik heb dat geweigerd, omdat ik het absoluut niet aandurfde. Ik denk, het Amerikaans bankwezen in New York, met Amerikaanse mensen, ik denk, dat wordt absoluut een fiasco. Ik durf het gewoon niet. En het is ook heel, volgens mij, juist om dat niet te durven, want je kan het gewoon niet. Je kan dat misschien als je er 10 jaar zit, maar niet zo van, hallo, pak het vliegtuig en dan maak ik morgen een film over New York's bankwezen. Dan geloof ik dat boven de krachten gaat, bijna van iedereen. Misschien niet van een Polanski, maar dan toch van alle niet-geniale mensen. Rijden! Actie!
Ga maar uit. Oké. Je hebt een plezier op de zijkant.